Tafels in het gelid, lichtjes aan en schone glazen. Hotel Den Helder is zo goed als klaar voor alweer het 10e kerstdiner voor klanten van de voedselbank. Ja, zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Gaan we weer zorgen dat we wat eten neerzetten voor ze. Dat we met entertainment wel een leuke avond regelen. Het is voor de 10e keer dit jaar. We doen het graag. Het is een generale repetitie voor de kerst zelf. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar je ziet echt van, wauw. En het doet wel wat met ze. Het hotel biedt een compleet buffet geheel belangeloos aan voor de allerarmste van Den Helder. 10 jaar geleden heeft hij contact met ons gezocht. En gezegd van, jongens, ik zou graag voor jullie klanten een kerstdiner willen organiseren. Het is fantastisch. Elk jaar dan hebben we contact met elkaar. En is het van, geen punt. Gaan we weer organiseren. Welke artiesten er komen en wat er precies op het menu staat komende zondag blijft nog een beetje geheim voor de 250 gasten en vrijwilligers van de voedselbank. Ja, als we niets extra's voor ze doen, dan wordt het een hele zuinige kerst voor ze. Nou, gelukkig kunnen wij dit jaar weer zeggen van, kijk jongens, we kunnen weer dik uitpakken. Ik zelf persoonlijk doe het heel graag om de mensen te helpen. Je hebt er af en toe zelfs gewoon emotionele mensen van, omdat het is niet gewend en dan toch nog zo uitgebreide kerst kunnen vieren met de familie. Als je langs de tafel loopt en zeg je leuke avond, dan wordt het goed in dank meegenomen.